De nieuwe aanval op het wereldrecord lange afstandszwemmen gaat donderdagmiddag om 4 uur van start. Op de website van het zwembad en bij de ingang worden zwemmers geïnformeerd dat delen van het 50 meter zwembad afgesloten zijn voor de nieuwe wereldrecordpoging. Net als een jaar geleden vindt de recordpoging plaats in een 25 meter zwembad. In Oosterhout zetten ze dan halverwege het 50 meter bad een klapwand omhoog en op die manier krijg je een 25 meter bad. Vorig jaar mei wist Van der Weijden in 24 uur tijd 99,5 kilometer af te leggen, terwijl het record stond en staat op 101,9 kilometer. Het huidige wereldrecord zwemmen werd in 1989 neergezet door de Zweed Anders Forvas. Om die afstand te verbreken moet Van der Weijden 4080 baantjes zwemmen op een 25 meter baan. Direct na de mislukte poging van vorig jaar vertelde Maarten dat hij kapot was. Ik heb me heel beroerd gevoeld, vertelde hij. De eerste 18 uur dacht ik kans op het record te hebben, maar daarna ga je zo stuk, dan is het wel gedaan. Als het in Oosterhout meezit en de in Waspik wonende Van der Weijden zit na 24 uur nog niet helemaal stuk, dan is het zelfs de bedoeling dat hij ook na die 24 uur door blijft zwemmen. Die extra uren zijn dan een onderdeel van de voorbereiding op die andere megazwemtocht die over iets meer dan 5 maanden gaat plaatsvinden. Maarten van der Weijden wil dan de Elfstedentocht zwemmend afleggen. In 3 dagen en 2 nachten hoopt hij de ongeveer 200 kilometer lange tocht te volbrengen. Maar allereerst ligt de focus op het verbreken van het wereldrecord lange afstand zwemmen in 24 uur. Donderdagmiddag gaat Van der Weijden van start in zwembad de Verande in Oosterhout. Het doel is om in 24 uur meer te zwemmen dan 101,9 kilometer.